Waarnemend minister van Binnenlandse Zaken Stephen McAndrew zegt dat de voorbereidingen voor de verkiezingen heel goed verlopen. Hij sprak journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. Hij stelt dat hij geen klachten krijgt van het personeel en al het werk nog steeds keurig gedaan wordt. Dus daarmee moeten we rekening houden. En we moeten dan komen met een realistisch budget voor de verkiezingen. Geen zeg hoe lang het nog gaat duren. Ik denk dat de coalitietop bezig is. Ik heb in de media vernomen dat er gisteren weer besprekingen waren. Dus het is nu even afwachten tot er een besluit wordt genomen. De minister geeft aan dat hij bereid is de scepter te blijven zwaaien op het ministerie van Binnenlandse Zaken. McAndrew neemt waar sinds Bronto Somohadjo zijn portefeuille heeft ingediend in oktober.